Nooy, directeur van Almbouw. 12 starterswoningen in de Driesalmen Rijswijk. Ja. Waarom heb je dit zo gebouwd? Nou, dit was een samenwerking met de gemeente Woudrichem. En we wilden 12 starterswoningen bouwen. En we wilden natuurlijk ook dat ze populair zouden zijn bij verkoop. En we wilden natuurlijk meewerken aan het duurzame vraagstuk. Dus ja. We hebben hier gekozen voor 12 energiezuinige starterswoningen. Ja. En dat zijn de eerste woningen van Nederland waar geïntegreerde zonnepanelen op zitten? Ja, seriematig wel, want het is een vrij duur systeem. Ja. Wat eigenlijk betekent, in plaats van pannen liggen de zonnepanelen verzonken. Wat een mooier gezicht is. Het heeft niks te maken met efficiëntie, maar puur met esthetica. Ja. En de mensen die willen vaak geen zonnepanelen, omdat ze het niet mooi vinden. Nou, dan is deze oplossing is gewoon... Ja, echt perfect, want mensen vinden het nu in één keer mooi. En ja. Ik vind dat het ook bij nieuwe woningen hoort. Hey, en die maatregelen in huis zelf, hè, om aan de energiewaarde te komen? Ja, vanuit de wet wordt een EPC gevraagd van 0,6. Daar hebben we hier aan voldaan. Dat kun je op een aantal manieren doen. Dat kun je doen door middel van isolatie van de woningen, van dak en de gevel, vloer. Maar je kan het ook doen door installatiemaatregelen, zoals zonnepanelen en... verwarming. En daar is hier bij deze woningen zeer goed naar gekeken, om daar een extra duwtje mee te geven boven de gevraagde prestatie. Ja. En dat hebben we gedaan door middel van het vloerverwarmingssysteem, het afzuigsysteem en de zonnepanelen. En dan hoor je mensen wel eens klagen, hè, van dan is er zo'n interne systeem, hè, zo'n luchtverversingssysteem, waar ze niet goed voor worden van de herrie en weet ik wat. Hoe gaat dat hier? Nou, wij hebben hier de Duco Silent Box in zitten. Het is de stilste box in Nederland en die zit aangesloten op CO2-melders. Die CO2-melders die zitten in elke ruimte en als die melder constateert dat er een verhoogde CO2-waarde aanwezig is, gaat die vanzelf afzuigen. Wat dus betekent dat de afzuiging nu vraaggestuurd wordt. En normaal was die afzuiging er altijd en zoogt die altijd die warme lucht weg. En nu zuigt die alleen als dat nodig is. Ja. En er zitten dus geen radiatoren meer in die woningen? Nee. Nee, er zit op de begane grond en de verdieping is allemaal vloerverwarming. Er zit een apart thermostaatje per ruimte dat er nog 1 of 2 graden geregeld kan worden. En doordat nou een egale temperatuur in heel de woning is, heb je niet meer die hoge vraag naar warmte, wat uiteindelijk energie kost. Ja, dus die starters hebben niet alleen redelijk betaalbare woningen, hè? Want ze zijn 165.000. Vanaf 165.000 euro voor de tussenwoning, maar ze hebben dadelijk ook nog eens extreem lage woonlasten. Ja, omdat ze weinig voor energie hoeven te betalen. Ja. Dat is mooi. Ja, dat is mooi. Ja.